president Desiree Bouterse, tevens voorzitter van de Nationale Democratische Partij, NDP, is voor zijn 74ste jaardag middels enkele kunstwerken geëerd door zijn aanhangers. Deze kunstexpositie Sosolobby is afgelopen vrijdag in de congreshal geopend. De kunstexpositie is door de Purple Movement en de stichting Suriname Art Smart georganiseerd. Harriette Bolasing-Helstone, voorzitter van Stichting Smart, zegt dat middels deze expositie niet alleen de president wordt geëerd, maar ook wordt Surinaamse hout belicht en krijgen jonge Surinaamse kunstenaars een podium. Wij van Stichting Smart en Purple Movement hebben gemeend om het Surinaamse hout te belichten in het kader van uw verjaardag. Omdat wij weten dat u en dat wij hier in Suriname het bijzonder vinden dat we in het groenste land van de wereld wonen. En wij moeten dit ook verder kunnen uitdragen aan de wereldgemeenschap. Deze jonge kunstenaars hebben echt zoveel in hun werk gezet. Zoveel proberen uit te beelden, president. Maar ik wil ook de belofte doen als Stichting Smart en Purple Movement dat we ieder jaar ons zullen inzetten rondom uw verjaardag om kunstexposities te houden, de kleine kunstenaar, de opkomende kunstenaars de gelegenheid geven, een podium geven om hun kunnen te tonen. Want ze hebben het behoorlijk moeilijk om te competen in de kunstenaarswereld. Maar wij van Stichting Smart weten precies hoe wij dat moeten opvangen. President tevens NDP-voorzitter Bouterse is zeer ingenomen met de kunstwerken die de jonge kunstenaars hebben ontworpen. Hij is blij met de samenwerking en vindt dat het ook noodzakelijk is voor de opbouw van het land. Bijzonder goed dat de laatste tijd ik veel gezien dat mensen tegen de samen samen hier een job te doen, dan is het deze gezegd. Wij groepen zijn om bijdrage te leveren en dat we alles kunnen aan te doen. En dat we elkaar niet goed moeten hebben, dat we van het land moeten houden, uiteraard dat we van onszelf moeten houden. Dat we moeten leren dat ondanks fouten de basis ontwerpen worden zal Desiree Bouterse, president van Suriname, tevens voorzitter van de NDP. De president vierde gisteren zijn 74ste verjaardag.